Hoi kijkers van de Amazing Vlogger, welkom weer op een gloednieuwe video. Als je niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal en geef deze video een blauw duimpje omhoog. En ik ben hier niet alleen, ik ben samen met mijn beste vriendin. Hallo. En haar hond. En we vonden het leuk. We gaan een challenge video opnemen, namelijk raad de intro van een liedje challenge. Dus we laten een aantal seconden een intro van een liedje horen en dan moeten we van elkaar raden welk liedje het is. Dus het liedje en de artiest. Dus ja, veel kijkplezier. Intro's van liedjes raden challenge met best friend. Nou, dit is het eerste liedje. Ik denk niet dat jullie het echt zien, maar jullie horen het dan wel. Oké. Klaar hoor? Ik weet de artiest nooit, maar ja. Kom maar. Dat is low. Ja. De artiest weet ik niet. Florida en Type. Ja, maar die was jij zo sorry. Ja. Dus gewoon als ik dat doe, dan is het gewoon aantal seconden. Ik heb altijd dat ik door moet zingen en dat ik dan pas de titel weet. Oh, ja, maar ik dacht van, ik doe alleen dat. Want als je, want daarna zeg, hoor je dat ze... Ja. Ik weet niet of je het ziet, maar oké. Ja. Ja? Ja. Umbrella ja. En dan Rihanna. Ja. Ik wist het die ook die met die een van jou was. En dan heeft er ook eentje met waar je maar 1 seconde toe te laten horen. Was dat die? Nee. Jammer. Even kijken. Dit is het liedje. Is dat niet echt heel scherp, maar het maakt niet uit. Ja? Oké. Okay. Ja. Oh. Leuk liedje. Oh nee, er komt echt nog reclame. Wacht even. Ik weet het niet hoor. Ken ik deze wel? Ja, die ken je. Doe nog verder. Die hebben de hele tijd in ons hoofd gehad altijd. Doe nog verder. Wacht, ik weet het. Pina Colada. Ja! Oh ja, die was wel goed. Ja, dat was die Pina Colada. Oké, ik ga het volgen. Dat liedje is ook van een film en ja, als je die eenmaal luistert, die blijft gewoon in je hoofd. Ja. Gewoon de hele tijd. Je ziet het bijna niet. Je ziet... Okay. Weet ik, dat heb ik ook. Ja? Ja. Ik hoop dat je hem kent. Volgens mij is het niet echt het begin van het liedje, maar gewoon van de video. Hè? Ik ken iemand niet. Wacht even. Maar ik kan niet doorspoelen, want dadelijk gaat hij dus niet gaan zingen. Hij is van het piano spelen. Jongen, wacht daar. Dit is kut. Ja, nu gaat het beginnen. Nee. Heb je op de hart staan? Zing! Ik ga gewoon gaan zingen! Nee! Waarom moet het eens uitzoeken? Oh, die hoort het gewoon meteen! Ja, I'm only one color, we want Charlie Poed of zoiets. Ja. Ja. Dat is echt kut. Nee, maar dat intro, ja. Die intro, waarom heb ik deze gekozen? Want die intro ken je toch niet. Die ken ik zelf niet. Nee, die ken ik zelf ook niet. Maar dat hoort ook niet bij het liedje, dat weet ik zeker. Mm-hmm. Dit is het volgende liedje. Oké. Ja? Ja. Ik laat deze al lang horen, anders weet je het niet. Doe nog eens. Die ken je ook van TikTok. Het laatste stukje, want dat herken ik wel. Nee, want het laatste stukje dan weet je... Was... Nee, maar van net, wat je net al... Ja, nee, ik weet de titel niet. En ik weet ook niet echt precies hoe die gaat eigenlijk. Wat is het? Ja. Ik weet echt niet hoe die heet. Net jouw liedje dus? Ja. Hallo, wat doe je? Ja. Hoe heet die? Ja, ik vind echt een beetje komt ie! Dit is hem. Oké. Ja.
Ja. Even mijn rijt afzetten. Billie Jean. Die wou ik eerst ook doen. Ik was serieus gisteren aan mijn Michael Jackson. Nee, ik was serieus gisteren ook door mijn lijst aan scrollen wat ik zou doen. Maar ik dacht zo van, nee, die doe ik niet, want die weet je sowieso. Ik dacht juist, die weet je niet. Oh, echt? Ik dacht, die doe ik niet. Oh my god. Oké, deze. Ik denk wel dat je die weet, want die is wel van een spel, maar... ja, dit was niet... Volgens mij vonden we het niet echt heel leuk als we hem okay. hadden. Oké. Ja, dat weet ik wel. Ja. Ja, shit, ik ben altijd zo slecht in die... Oh, de tekst weet je toch wel? Ja. Ja, zeg dan. En dan weet je precies wat ze zingen, maar ik weet niet hoe die heet. Nee, nee. Ja, die ja. Okay. Hoe heet je dan? Lady in de Monsoon. Oh! Ik wist dat ze Lady zongen, ik dacht dat ze Lady is of zo. Ja, het is waar. Je hebt een refrein zoeken. Oh, hier, ja. Lange intro, man. Ja. Zo'n 30 seconden. Komt-ie. Oh. Alweer? Ja. Nu komt het. Oh, misschien zijn er beeld. Nu komt. Nou, het is echt lang. Ik had gewoon... Kijk, gewoon... 34 seconden. Ja. Oké. Okay. En weet je het? Grapje. Nee, niet. Huh? Het komt zo. Luister deze niet. Nee. Het is wel Youngblood, ja. Ja, dat hoor ik aan zijn stem. Nee, die luister ik niet. Welke is het? Oh. Zo leuk. Nee, die luister ik niet. Oké. Deze weet je sowieso gelijk. Ja, nee, wacht. Nee, ik moet hem laten zien. Deze weet je sowieso, sowieso gelijk. Oké, het is dit liedje. Oké, ik hoop dat er geen reclame bij komt. Ja? Ja. Ik moet er maar 1 seconde laten horen. Met Anton Austerol. En hij zingt dit? Dat weet ik niet. Anton? Oh, niemand zingt dit, oké. Okay. Oh, die was wel heel zo. Ik wist gewoon, ik hoef alleen maar gewoon 1 seconde even zo. En dan weet je dat al. Dadelijk zie je gewoon niks. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet hoe te lang. Tell me pretty lies. Oh, wat is dat? I don't fucking care van. Ja, die van Blackbeard. Ja. Oh, ik was even aan het denken. Artiesten allemaal, ik weet dat nooit. Nee, nee, dat kan ik gewoon onthouden. Gewoon smart. Oké, we gaan nu dus nog allebei 2 doen voor elkaar. En dan kijken welke, ja, wie het meeste er goed had en wie wint. Oké. Ja, dit is. Nee, wacht, nog niet kijken. Dit is het volgende liedje. Oké, klaar? Ja. Oké. Okay. Oh, wacht, ik moet wel even kijken dat hij van. Het is van Ariana Grande. Ja, en welke is het? Thank you, Nick. Ja. Ik was gewoon met mijn hoofd aan het zingen. Oké. Okay. Thank you. Next. Oké, okay, ik ben er vol. Top roep voor jou dat je me kan. Ken ik hem wel? Ja, sowieso. Oké. Okay. Pokerface, Lady Gaga. Ik wist het gewoon. Ik heb die echt heel vaak geluisterd. Ik wist gewoon al, die begint gewoon zo. Ik was gisteren ook aan het denken van, zal ik eentje van Lady Gaga doen? Maar toen dacht ik van, nee, want dadelijk ken je die niet of zo. Ja, oké, okay, maar die wel, want die is ik echt... Ik weet niet hoe ik bij deze kwam eigenlijk. Volgens mij zat ik gewoon tussen een lijst met alle liedjes te kijken. Oké, dit is dus nu de laatste die ik voor haar ga doen. En ik ben nog even aan het zoeken. Ja, en dit is hem. Ik denk dat, ja, die ken je sowieso wel, want dat was gewoon het liedje van eerst. Oké. Van eerst? Ja, van een tijd geleden. Oké. Okay. Ja, die ja! Waarom heet die wel even? Heet die zo? Nee.
Ze zegt het wel in dat stukje van TikTok. Why don't you say so, toch? Ja, say so, ja. Say van so. Doja Cat. Ja. Yes. Oké, okay, en nu de laatste voor mij. Spannend. Oké. Okay. Ik moet hem hier vanaf een bepaalde seconde laten horen, want anders wil je allemaal gaan praten. Oké. Okay. Oh, dat is al een hint. Ja, maar je weet het sowieso waarschijnlijk. Kries. You're the one that I want. Kries. Oh, oh ja, Kries. Oh, ik had Olivia Newton-John of zoiets. Even kijken. En, hoe heet die allemaal ook alweer? Ja, wow. Hoe weet je dat? Nee, hoe heet die allemaal ook alweer? Het zit in de voornaam of zit in de achternaam van de ander. John Travolta, oh ja, oh my god, hoe kon ik die nou vergeten? Nee, ik weet gewoon wie dat zingt. Ik dacht echt van, heet Gries, wat is dat? Dat is gewoon niet film. Oké, nu moeten we even kijken van ja, je hebt hoeveel van. Hoeveel iedereen goed had. We hadden allebei 7 voor elkaar. Ik had 1 of 2 fouten volgens mij. Hij had alles goed. Niet, ik had nee, 2 fouten. Die van Youngblood was niet goed. Oh, ja. En van, ja, die van Charlie. Ja, die andere telde eigenlijk niet echt. Want dat was niet echt het. Hoeveel had jij fout? Ik denk 1 of 2. Oké, okay, nou we hebben even als teruggekeken. Zij had er 2 fouten, ik had er 1 fout, dus ik heb toch wel gewonnen. Ja, dat had ik verwacht. Ja. Ik ben echt goed in zeg maar, nummers onthouden en artiesten en zo. Dus. Sowieso artiesten. Ja. In ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als jullie nog andere ideeën hebben voor video's, laat dan zeker even weten in de comments. Abonneer, geef dus jullie een blauw duimpje omhoog en laat een reactie achter. En misschien gaan we binnenkort dan nog meer video's samen maken. Ja, dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Later! Doei!